Hey, dit is Matthijs van Man op Rijn en in deze video geef ik je simpelweg een test waarmee jij kan kijken of je verliefd bent aan de hand van 5 signalen. Daar gaan we. Signaal 1. Je zit in een emotionele achtbaan. Verliefdheid kan voor gelukkige gevoelens en hele grote hoogtes zorgen. Maar het kan ook zorgen voor diepe dalen en enorme stress veroorzaken. Soms kunnen die gevoelens van genoegen of ongenoegen elkaar zelfs afwisselen op uurbasis. Als je dus merkt dat jouw gemoedstoestand snel kan veranderen, dan kan dat komen door de heftige emoties die getriggerd worden door verliefdheid. Kortom, je emoties zijn net zo onvoorspelbaar als een achtbaan. Signaal 2. Je bent blind voor zijn negatieve aspecten. Er is een cliché-uitspraak die je waarschijnlijk wel gehoord hebt. Maar toch bevat deze uitspraak een keiharde kern van waarheid. Dus zet je schrap, want hier komt ie. Verliefdheid maakt blind. Dankjewel. Natuurlijk begrijpt elk weldenkend mens dat iedereen negatieve kanten heeft. Maar op het moment dat jij verliefd bent op een man, dan worden die negatieve kanten door jou zo onder het tapijt geschoven. Misschien zeggen jouw vriendinnen zelfs wel negatieve dingen over hem, zoals dit. Carlijn, hij doet de hele week dezelfde onderbroek aan. Waarop jij zegt, ja, maar hij draagt hem wel binnenste buiten vanaf donderdag. Het laat jou koud. In jouw ogen is hij 100% perfect. Dat, lieve kijker, is de roze bril van verliefdheid. Signaal 3. Je zit gekluisterd aan je telefoon. Vind jij WhatsApp opeens veel leuker dan normaal? Ben jij om de paar minuten op je telefoon aan het kijken of hij iets gestuurd heeft? Word je spontaan blij als inderdaad blijkt dat hij je een berichtje heeft gestuurd, hoe onbenullig dat berichtje ook is? Als je die 3 vragen met een ja hebt beantwoord, dan kan het zomaar zijn dat je verliefd op hem bent. Als je verliefd bent, dan ben je namelijk op zoek naar de dopaminekick die die andere persoon in jou naar boven brengt. En laat het nou net zo zijn dat een berichtje van de man waar jij gek op bent ervoor zorgt dat jij je gelukskick krijgt. Signaal 4. Je kan je gedachten niet van hem afhouden. Ja. Je kan wel stug volhouden dat je niet verliefd op hem bent. Maar elke keer als je eventjes uit het raam zit te kijken, dan kan je alleen nog maar aan hem denken. Je gedachten dwalen direct af naar hem. Heeft je baas je erop geattendeerd dat je de laatste tijd niet zo goed oplet? Zit je heel veel te dagdromen over hem? En zit je vaak met je hoofd in de wolken waar hij ook vaak eventjes langskomt? Dan is jouw brein buitengeproportioneel gefixeerd op 1 persoon. Verliefdheid heet dat. Signaal 5. Zijn leven is enorm interessant. Wat zeggen ze eerlijk? Je hebt nooit echt van postzegels gehouden. Maar nu je weet dat hij een postzegelverzamelaar is, ben je opeens de expert op het gebied van postzegels. Weet je, mensen zijn vooral geïnteresseerd in hun eigen leven. Maar zodra we verliefd zijn, dan kan het zomaar zijn dat we die andere persoon zo gaan verheerlijken dat we die bijna interessanter gaan vinden dan ons eigen leven. Hoe meer buitensporige interesse jij hebt in zijn leven, hoe groter de kans is dat je verliefd bent op hem. Oké. Stel nu dat jij er op basis van deze 5 signalen achterkomt dat je inderdaad gevoelens voor hem hebt. Dat je inderdaad verliefd bent op hem. Dan rest ons nog 1 belangrijke vraag. Is hij ook verliefd op jou? Laat me je een klein geheimje vertellen. Op het moment dat jij een man verliefd op jou wil maken, dan wil je weten van de 3 schakels in zijn mannenbrein. Want als je die op de juiste manier weet in te zetten, dan kan je de man stapelverliefd op je maken. En heel toevallig heb ik daar een gratis rapport voor je opgeschreven. Kijk, alle gekheid op een stokje. Ik heb dat rapport voor jou geschreven. En dat kan je hieronder in de beschrijving vinden. In dat rapport leer je over de 3 schakels in zijn mannenbrein waarmee je hem verliefd op je kan maken. Wil je nou nog meer tips over daten, mannen, relaties? Abonneer je dan op dit kanaal, dat je elke week de nieuwste video's van me ontvangt waarin ik je alles vertel over zijn mannenbrein. Voor de rest, druk die knop in. Hij zit hieronder. En dan zie ik je in de volgende video. En doei.